Buenos dias, hola, welkom bij weer een nieuwe NEC-update. De derde alweer vanuit Spanje en vandaag, ja, er zal een beetje gelachen worden in Nederland. Het is bewolkt, het regent af en toe, maar de temperatuur is prima. Dus eigenlijk is er niks mis mee. Vanochtend vertrokken wij richting het golfresort waar NEC zit. Ik sta hier voor het hotel waar NEC verblijft en werd er weer een training afgewerkt. Daar mochten wij bij zijn en er werden van allerlei oefeningen gedaan. Eventjes wat rondootjes en kijk, ja, vooral ook het afwerken. Daar werd op geoefend, maar het was nog niet allemaal even scherp. En hier gaat hij er dan toch wel eventjes in. En dan, het verhaal van vandaag gaat over Magnus Metzen. Ja, werd al eerder bekend dat hij niet wil verlengen bij NEC. Kortom, hij gaat dus weg. Zijn verhaal. Ja, dat mag je nog zeggen. Nog gelukkig nieuwjaar. Beste wensen. Ja, dankjewel. Jij ook. Je bent klaar dus voor een volgende stap, gaf je aan. Yes, I feel like I've been doing well for some years now, and yeah, I signed a contract for 3 years and an option for one more, and that's the contract I'm sticking to, and yeah, and I feel like I've said what I can say, that yeah, I would like to make a new step, and if that's in the summer, that's fine by me. I see that Carla said that, so that's fine, and that's how it is. Ja, heb je niet getwijfeld om toch nog te blijven dan? Eigenlijk niet. I think in my head, yeah, when I signed the contract, it was for to come here and be happy and to make a step for a bigger scene, and that's what I think I've been, yeah, doing this season. I think I've been doing well, and yeah, that's eigenlijk how it is. And I think I've been happy here. I'm happy here. It's not that I want to leave, and it sounds like I want to leave, and it's not like that. It's just that, yeah, at some point my contract expires, and yeah, if NEC needs to sell me, yeah, it's in the summer, and yeah, that's just how the football work is, and that's no secret. Maar er is nog geen club wie gemeld heeft. Nee, not that I know of. And was S. Carlos, I don't know. Maar als je zelf zo mag kijken, liever hier in Nederland of zeg je toch van nou, ik heb het nou in Nederland wel gezien? Nah, I don't know. I don't have a preference. Like I said before, for me it's just important that I take a step higher, if it's club or league-wise. And that's the most important thing to me, because you have a short period of time as a football player, and you want to try to play at the highest level. So for me, it doesn't matter if it's in Holland or if it's in somewhere else in Europe, as long as I try to take a next step for a bigger club or a bigger league, that's important to me. We weten je kan voetballen, we weten je kan ook muziek maken, maar ik heb gisteren gezien je kan ook goed presenteren. Nou, dat weet ik niet. Het was gewoon ja, die media mensen en heeft mij gevraagd over een klein, was een keer rondleiding gedaan en ja, volgens mij ging het prima. Ja, ik heb het al gezien. Ik moet uitkijken voor mijn baan dus na jouw voetbalcarrière. Ja, zeker. Het muzieknummertje wat je gemaakt hebt, is eigenlijk een soort afscheidscadeau dan? Dat is afscheidscadeau? Nee, dat denk ik niet. Dat is gewoon leuk. En, ja, ga je er nog wat mee doen? Komt die uit of hoe moet ik dat zien? Ja, volgens mij is dat nog steeds op YouTube. Ja. Maar voor mij is het belangrijk om te zeggen dat ik ben heel blij hier. En, ja, ik wil niet weg en zo, maar ik heb een contract en ja, it's ending and that's just how life is. Goed, NEC wil Matson dus verkopen deze zomer. Dat moeten ze dan ook nog doen als ze er wat geld aan willen verdienen. En dat gaat dus ook blijkbaar gebeuren. Dit was weer de NEC-update voor vandaag. Morgen is er een oefenwedstrijd om 3:00 tegen Fortuna Düsseldorf. Dan zullen we in ieder geval ook bij zijn. En morgen, jawel, we gaan hem doen. Nou, ik ga hem niet doen. Bart gaat hem doen. Morgen de NEC-update met Bart van Rooij. Graag tot dan.